Maarten van Gramberen blinkt in zijn veld, zoveel is duidelijk. Goedemiddag, dames en heren. Welkom aan de Ruppel op een stukje van het parcours vlak bij het water. Daar heb je overigens een beeld van dat parcours. Nogal wat straten erin verwerkt. Dat is altijd al zo geweest in Niel. Daar heb je dat nieuwe ding, het spinnenweb, een gadget. Of wordt het toch meer dan dat? En dan kom je naar de steile kant waar het allemaal om gaat langs de Ruppel. Toch weer in het stratenpatroon om hier te finishen in de aankomst die ook al vorig jaar als aankomst gold. Daar hebben we dat fameuze spinnenweb. Je mag het ook een carousel noemen. En ik ben benieuwd hoe de rensters daar mee zullen omgaan. Het moet gezegd, het deelnemersveld is zwaar geteisterd. Er zijn er vooral niet. Er zijn er nogal wat afwezig. Maar je start dan, zegt het cliché, je koerst met de vrouwen in dit geval aan de start. Art Zoefje zagen we passeren. Joyce van der Beek, Jolien Verschuren, die het kamp van Telenet verlaat. Ook zij hapert er wat, manager Nijs. Dan hebben we Sanne Kant, dan hebben we Loes Sels en hier in het hoekje Ellen van Looy. Klaar voor, ja, een pakketje cross. Het aantal ronden, dat is moeilijk te voorspellen. Het verloop van de voorbije wedstrijden leert dat het op een aantal stukken best traag gaat. Dus neem maar uw tijd voor deze cross. Maar hou er vooral rekening mee dat het pleit zal beslecht worden op de schuine zijde. Langs de dijk. Er zijn er al achteraan een paar die het moeilijk hebben om het tempo te volgen. Met het nummer 16 zien we Gertie Willems. Met het nummer 19 Anke van Rompuy. Uit Schilde, Van Looy, traditiegetrouw, goed weg. Joyce Heinz onmiddellijk bij haar aan het wiel. Sanne Kant ook paraat. Tuk op een zesde seizoenszege. Daar een gecamoufleerd stel kabels opgelet, want het is een nauw straatje voor de uitstaande pootjes. Zoals ik zei, Niel, dus altijd een heel eind op een stratenpatroon, alvorens je echt in het veld duikt. Opstopping daar vanwege een obstakel, genoemd Shana Maas. Met het nummer 10 zien we hier Tine Vermeijeren. Je hoort het, het zijn allemaal wat minder bekende namen. Je hoort ook het gieren van de remmen. En daar zijn we dan goed voor de wat minder harde ondergrond. En Paul, die kent deze omloop echt op zijn duimpje. Dit is Shana Maas. Die kan dus goed inschatten hoe het hier allemaal zit. Ja, het is een moeilijk parcours. Dus het is niet voor iedereen weggelegd. Dat zul je straks wel merken. Ook voor de profs wordt dat een moeilijke keuze. Dus zeker over de tubers. Daar zijn ze helemaal nog niet uit. Voor de rest is dat allemaal toch wel die schuine kant. Noem het maar de ellendige kant. Dus die is zo moeilijk te bedwingen dat het bijna niet te doen is. Dus daar komt bijna niemand heel het jaar door. En dan enkel voor de cross hier in Niel wordt die eigenlijk helemaal gladgeschoren om dan daar de coureurs over te jagen. En ja, dat is moeilijk en dat is uiteindelijk voor het publiek het interessantste van het hele verhaal. Bon, hier rijden we dus het gadget binnen. De spinnenweb. Is dit origineel? Wel, nee. Dat is al eens uitgeprobeerd in de cross in Rukven in Nederland door Camille van den Berg. Wie was Camille van den Berg? Wel, dat was een behoorlijke crosser aan het eind van de jaren 90, begin deze eeuw vooral. Camille van den Berg was een krachtpatser met een formidabele start. Was meestal als eerste weg. Maar aan het eind van het verhaal moest hij zich meestal tevreden stellen met een verre ereplaats. Het is wel tof van hem, mooi van hem, dat hij dan zijn energie steekt in nieuwigheden, met andere woorden in organiseren. Of het een toegevoegde waarde heeft, dat weet ik niet. Het is vooral zeer apart om naar te kijken. Ik heb al wel gehoord van een aantal profs die hier straks ook door moeten, dat je daar het gevoel hebt dat ze echt op je hielen zitten, ook al lig je een halve minuut voor. Ja, het is een raar gegeven. Hè.
Dus het is altijd maar links, links, links draaien. Tot dan helemaal in het dieptepunt. In het centrum van dat web, zullen we maar zeggen. En dan gaat je eigenlijk rechts en dan keer je. Dus iedere keer rechtse bochten om er terug uit te geraken. En op die manier is het toch wel een leuk ding om meters te maken. Is dat nu een eyecatcher of is dat een hoop onzin? Ja, het is wel tof. Het is wel tof. We moeten natuurlijk de juiste weide voor hebben. Dus, want ga dat niet doen in een weide die dat veel te drassig is. Ja, want dan zoek je eigenlijk problemen. Maar daar is het toch wel op de juiste plaats uitgezet. Oké. Paul is pro. Dat hoor je zo. Oei, valpartij Jolien. En dat is Jolientje, hè. Die was er nogthans plaats, want er waren maar met 26. Er was er al eentje uitgevallen, dus nog 25. En toch slaagt ze erin van een foutje te doen. Jolien gaat dus straks naar de nieuwe ploeg die op til is van de Sauze Powels. Met daar ook nog een stukje vastgoedservice aan vast. Dus andermaal een lid van de ploeg van Nijs die het kamp verlaat. Maar dat was eigenlijk ook wel de bedoeling. Het was een log vehikel tegen het VDA met te veel renners en rensters. Dus mocht er wel wat geschift worden. Maar ik kan me niet inbeelden dat ze zomaar afscheid wilde nemen van Jolien Verschuren. Wie is er allemaal niet? Want dat is toch wel goed om te weten. Terwijl u ziet dat er Van Looy en Sannekamp hier op die kant behoorlijk wat problemen hebben. Niet van de partij. Talita de Jong, Sophie de Boer, Lucinda Brandt, Helen Wyman, Bram Meyer, vanwege natuurlijk de gevolgen van een zware val. Frank is er niet, de nieuwkomster. Avlikova is er ook niet. Ellie Anderson ook niet. Laura Verdonschot. Ja, wie is er wel? Ja, degene die u daar in beeld ziet. En dat moet ook gezegd, ook bij de elite zult u straks vaststellen van... Oh, het is maar de helft van een veld dat ergens op lijkt. Maar dat biedt natuurlijk kansen op winst van zij die jaar na jaar, of dag na dag beter, naast winst grijpen bij het overwicht van twee renners in dit al zo kleine gild van de cross. Verbeke, de tijd is een poos achter de rug dat zij de Belgische top was. En dan zien we Loesels daar wat bijpikkelen in de hoop om op de fiets te blijven. Jolien Verschuren laat andermaal haar fiets wat achterwege. En besluit die dan toch maar mee te nemen. Dat is volgens het reglement ook vastgelegd. We zien ook Verheestraten daar net voor haar uithuppelen. Ik kan me wel inbeelden dat dit een strook is waar je echt de daver van op het lijf krijgt. En enkel is snel omgeslagen, hè? Ja, maar dat kan ik u verzekeren dat dat bijna niet te doen is. Zeker voor deze categorie van de meisjes, vrouwen. Daarnet hebben we in de diepte weer een valpartij gezien van dezezelfde Jolien Verschuren. Dus fiets stond mooi geparkeerd boven. Zij lag helemaal beneden. Met het nummer 7 zagen we Gita Michiels. Beter in het mountainbiken dan in de cross. Waar ze ook meestal tevreden moet zijn met een plaats rond de 14e, 15e. Maar bij gebrek aan tal van andere deelnemers kan er misschien een top 10 plaats in zitten. Van Looy is andermaal zeer dapper. Het zou wel eens leuk zijn mocht ze eens kunnen winnen. Ja, daar is ze toch wel mee bezig. Ze heeft daar straks haar tandjes laten zien. Dan spreek ik eigenlijk over de tanden onder haar schoenen. Dat waren toch wel stevige kereltjes. Dus, en daar heeft ze nu blijkbaar toch wel enorm voordeel van. Dus bij het lopen. Ze noemen dat spikes. Ja, als je het mij vraagt, kun je daar een veld mee ontploegen. Ja, maar dat waren niet echt zomaar de spikes. Hè, die dat we kennen uit het veldlopen. Want dat zijn pinnetjes. Het waren spaden. Ja, dat waren echt wel prototypes. Dus, en dat heb je wel nodig. En daar heeft ze enorm, blijkbaar enorm voordeel van. Is dat toegelaten? Want als je daarmee op een stuk vel of een stuk been gaat staan, ja, dan ligt dat open. Ja, maar daar is blijkbaar geen reglement van. Dus niet zoals in het voetbal, dat we toch telkens zien dat ze die studs, die toppen moeten laten zien wat er onder het schoeisel is. Dus maar hier in het veldrijden is daar totaal geen sprake van. Ze gaat in elk geval driftig vandoor. Doet dat ook uitstekend. Daar beneden in dat laantje. Dan verstandig kiezen voor de bovenkant in de hoop hier zo ver mogelijk te komen. We gaan nu eens zien hoe Sannekamp dat oplost. Die is daar eerder aan die hogere partij begonnen. En komt dan net iets verder. Mm-hmm. Dat is doenbaar. Met zijn goede beurt lijkt me dat doenbaar. Ja, is goed lanceren. Werk van maken. Ze heeft nu gevoeld. Ik kom bijna boven. Eén tandje meer of een klein beetje meer inzet en dan komt dat wel voor elkaar. Dat moet dan wel in de eerste fase, de eerste helft van de wedstrijd gebeuren. Want naarmate die wedstrijd vordert, wordt het steeds moeilijker. Gezien de moeilijkheidsgraad en de vermoeidheidsgraad om daar boven te komen. Verschuren kan haar
ding doen op de loopstrook. Maar ik vraag me af, heeft het hier wel geregend de voorbije dagen? Want het ziet er nog allemaal zo droog uit. Ja, toch wel. De sluizen zijn hier ook opengegaan. En het is enkel die schuine kant dat daar enorm onder geleden heeft. Maar voor de rest, zoals dat... Dat spinnenweb en die weide daaromtrent, die ligt er nog behoorlijk bij. We rijden door het zand van de Thorntonbank. Dat is aan de monding van de Schelde. Een van die pseudo-eilandjes. Daar is dat zand weggehaald en hier uitgekieperd om wat moeilijker te maken. Je zag de beurt van Sannekant. Die was bepaald beter dan die van Van Looy. En dan komt ze zomaar via haar techniek, door haar techniek, aansluiten. Dat is de kunst. Van der Beke en Sels. Jolien Verschuren doet dat daar ook nog goed. Laten we hopen dat dat lukt. Dat lukt dus niet. Verheestraten net iets verder, maar door de beweging van Verschuren moet ook zij in looppas. Karen Verheestraat, dat nummer 8. En hier is Gita Michiels voor de gelegenheid met vlechtjes. Ploeg er ook door. Ploeg er door. En dat gaat er wel lukken. Op kracht, hè? Ja, zuiver op de kracht. Dan hier weer in de aankomstzone. Dit was bij de vorige edities nog een stukje langer. Dan moest er nog meer op de harde weg gekoerst worden. Zeg maar in de periode van Nijs, die hier ieder jaar keer op keer voor de zege ging. En altijd een pak volk meebracht. Ik ben benieuwd wie hier nu nog voor naar buiten komt. Straks een oordeel als de profs hun opwachting maken. Of de elite renners zonder contract. Verschuren komt aansluiten. Ja, onderstroom. Daarbij zelfs. En Van der Beke. Verheestraten moet daar laten gaan. Niet lang wachten Verschuren om over te nemen. Lange ronde natuurlijk. Er wil de aanloop van de start tot de eerste passage op de streep in de beginfase bijtellen. Echte ronden zullen wel wat korter zijn. Dit is een Soudal-cross. Die telt dus niet mee voor een regelmatigheidscriterium. Er zijn dus geen punten aan verbonden. Vandaar ook de talrijke afwezigheden. Gaveren is lastig zondag en schrikt af. En dan hier maar thuis blijven en nog een tijdje op stage blijven. Het zij in Mallorca, het zij in Zuid-Spanje. Dat doen ze met best veel vaart. En straks komen ze op diezelfde strook weer terug in de engte. Het wordt geen heel lange cross. Er is aangegeven dat ze nog 3 ronden hebben af te leggen. Val van kant. Ja. Even onderuit. Wordt onmiddellijk afgestraft. Kwak. Pats. Achterwiel beginnen slippen. En dan, is het, dan kan je geen kant meer uit natuurlijk. Ook Sannekant niet. Wel, als men klaagt over de nieuwe afdaling van de Koppenberg, dat die hobbelig is. Wat moet hier dan over gezegd worden? Ja, dat is ook één groot hotsebotse. Daar hebben we Sven van Toen net op de voorgrond. Uiteraard vooral bezig met Ellen van Looy. Discipel van de ploeg Telenet Fidea, waar hij ploegleider is. Kant heel vlug een nieuwe fiets genomen. Heeft daar heel weinig tijd mee verloren. Toch in het voordeel. Het kost me wel wat tijd om dit uit te zetten. Ik kan me inbeelden dat het ook eerst moet uitgetekend worden. Ja, het is precisiewerk. Het lijkt een klein beetje op een kring van de vloerverwarming in de bouw. Dat is ook op die manier allemaal netjes even ver uit elkaar. Ja, we zagen het aan de kant, dus in Schuivermaat. En ik heb de indruk dat er weinig dames zullen zijn die niet... vernuftig aangelegd, dat wel. Het is natuurlijk uitkijken. Het is altijd van hoe ver zit je nu exact achter. Dus, maar dat was wel overduidelijk dat Sannekant aan het terugkeren was. Uitkijken kun je natuurlijk alleen maar op een beeld dat echt beelden levert. Wij kijken voorlopig op zwart. We hopen dat u daar thuis geen last van hebt. Godzijdank hebben we nu terug rensters in beeld. Nog altijd Van Looy. Sannekant die in die openingsfase toch tot 2-3 keer gedwongen wordt om gaten te dichten. Ja, verplicht. Het is natuurlijk een andere situatie dan een dubbel bezet weekend, waar je zaterdag en zondag 2 keer naar 1 in de strijd moet. Hier heb je toch wel een dag respijt tussen, dan lijkt me dat toch wel wat minder pijn te doen.
met het zicht op Gaveren. Ideaal. Omstandigheden zijn totaal anders natuurlijk. Ook al hou daar maar rekening met de modder. Waarom blijven ze dan weg? Omdat ze de meeste weg zijn, zeker. Op stage. De Jong en Brandt, daar kan ik begrip voor opbrengen. Want die hebben een heel wegseizoen in de benen. Wyman en Brennmeyer die likken wonden, dus dat is ook normaal. Maar Frank Avlikova, Lee Andersen, die aan de kust woont bij ons. Laura Verdonschot, je bent jong en je wilt toch wel wat. En hier kun je misschien wel winnen als het wat meevalt. Niet dus. Zou moeilijk geweest zijn. Dit is eerder iets voor de meer geroutineerde... vrouwen. Ik pas het even aan op het podium komen. Dat is iets anders. Dat had gekund. Dat had binnen haar mogelijkheden gelegen. Hun mogelijkheden. Verdonschot, Frank, Avlikova, Andersen. Ja, want Aspergaver is ook niet van de poes. Dat weet iedereen. Dat dat nog extremer is. Dat dat nog lastiger is. Team is het nog in één beeld door. Op dit stuk zagen we nog net... Een heel stuk verschil, maar uiteindelijk dan toch in derde positie geraakt Jolien Verschuren. Ja, lijkt me ook logisch dat je Joyce van der Beken, die toch al een tijdje op de terugweg is, dat je die voorbij kunt. En Loes. Dat is ze aan haar stand verplicht. Ja, dat is normaal dat ze op die positie eigenlijk aan het ploeteren is. Oei, een knieval, andermaal. Dat is de derde keer dat ze in de fout gaat. Ja, het is misschien wel een zware uitdrukking in de fout gaan, maar goed dat ze een slipper maakt. Ja, ik had er niet bij gelaten zijn, dus daar komt er nog. Het is bijna niet te doen, dus het houdt niet op. Hè. Het is, vorig jaar kon lange... hier met zijn betere beurt nog wel rijden. Het was dan meestal wel gecontroleerd schuiven van boven de binnenkant naar de onderzijde. Dan kon je daar met voldoende powerzetting helemaal tot boven. Dat heb ik tenminste Powers een paar ronden aan elkaar zien doen. Oeps, dat toch maar lopen. Als je over lopen kunt spreken, want dat is ook nog uitkijken natuurlijk. Kant bepaalt niet op haar gemak de manier waarop ze dat linkerbeen daar zet. Maar Van Looy, die geniet ervan. En dan bij de omschakeling weer gaan steunen op het andere. Ik wist niet weten van welk houtpijl maken. Sierlijk is anders. Maar er is geen andere manier hoor. Nee. Dat kun je heel de dag al merken. Bij de juniores, nieuwelingen, het was overal hetzelfde verhaal van lukt het deze keer of niet. En het was meer niet dan wel. Het risico op blessures speelt parten. Enige voorzichtigheid is geboden, zelfs meer dan dat. Er leven moeilijkheden bij het instappen in haar klikpedaal. Ja, los erover. En dan komt die gevaarlijke Achillespees in beeld natuurlijk, die dat dan een tik meekrijgt. Kant met een iets kleiner verzet daar dan toch weer naartoe. Wisselen. Ja, iedereen in de materiaalpost die dat er linkshandig bij ligt. Goed opgevangen, want voor hetzelfde geld steek je eigenlijk je voet in het voorwiel en dan ga je pardoes over kop. Zonder pardon. Bergje af. Het baggerstrookje beneden. Ja, dicht etage. Tegen die rode netten aan. De etage opgelet. Lager. Niet evident, want af en toe wil daar eens een Maas wat groter zijn. En hier hebben we Maarten. Ja, en we staan naast Sven van Toernout, die je nog net hoorde schreeuwen binnendraaien, zeg je tegen al je rensters. Waaronder Ellen van Looy en Jolien Verschuren. Dat gaat vlotter hier. Ja, de post leent zich er echt toe om te wisselen. Je ontwijkt eigenlijk de bocht om binnen te komen en om er terug uit te gaan. Dus je kunt wel winst boeken met in de post te komen. Goed, Ellen van Looy is prima gestart. Hij rijdt daar aan de leiding. Kan ze dit volhouden? Kan ze de eerste plaats vasthouden? Want ja, er is natuurlijk druk van achteruit van Sanne Kant. Hè? Ja, maar het kan wel. Ik heb er wel vertrouwen in. Ze doet dat ook heel graag. Ik heb er een gesprek mee gehad voor de wedstrijd. En ik heb gezegd, amuseer je hier maar. Je zult terecht je ding vinden. En tot nu toe doet ze het echt perfect. Ja, doet ze perfect op haar spikes. Nog één ding, Jolien Verschuren die is flink aan het opschuiven. 25 seconden, derde positie nu. Ze is twee keer gevallen in die eerste ronde. Jij hebt hard gewerkt met haar, aan haar techniek. Maar dit zijn toch dingen die beter zouden moeten kunnen? Ja, het moet uiteraard nog altijd beter. Het blijft een werkpunt. En de vrouw moet echt wel volledig in orde krijgen. Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar toch maakt ze vorderingen hoor. Ze zijn misschien nog niet echt kenbaar, maar toch is het zo. Ze krijgt wel steeds meer vertrouwen. Maar het is en blijft een belangrijk punt om aan te werken. Het zou kunnen dat ze de ploeg verlaat.
Goh ja, er zijn inderdaad wel gesprekken bezig, gesprekken gaande. En ja, het was nu eenmaal de wereld in het veldrein en ver daarom. Dus er zijn inderdaad wel gesprekken met Jolien bezig. Zo is dat. Dankjewel, Sven van Toornhout. Niet allemaal gesmeerd, want plots was Maarten nog bezig en we dachten dat we op antenne mochten. Dus ik hoop dat dat in de loop van deze uitzending nog allemaal rechtgezet wordt. U kijkt in elk geval naar Jolien Verschuren. Dat is toch al op een respectabele achterstand, hoor. Ik denk dat we zo meteen klaarder zullen zien bij de volgende passage. Richting Adelson. Ja, en dan hebben we nog twee ronden af te leggen, als ik me niet vergis. Dus nog twee rondjes. En daar komen ze inderdaad. Willy Vries, Sannekamp en Ellen van Looy. Met z'n tweeën. Hoe lang nog? We zijn nu eigenlijk al half cross. Dus men maakt het in elk geval niet te zwaar. Ik neem aan dat de heren officials gedacht hebben van... Goed, het is al lastig genoeg gezien de weersomstandigheden. Het parcours is ook niet veel soeps. Dus laten we maar proberen de klus niet te lang te laten uitlopen. We gaan voor een goede 40 minuten. Dat ze net niet meer rijden. Het is Jolien Verschuren. Dat zijn 10 seconden. Dan gaan we naar 15 seconden. Dan gaan we naar 20 seconden. Daar komt Lou Sels. We krijgen het exacte verschil jammer genoeg niet door. Sels ziet haar ploegmaten daar ginds het straatje uitdraaien. En komt hier op haar beurt ook naar de aankomst. Dus een koppeltje vooraan en dan alles wat daarachter zit. En zijn dode eentje. Ieder voor zich. Van der Beken met een ouderwets zwaar verzet. Maar er is al op ruim 3/4 minuut. Dan hebben we hier Joyce van der Beken. De wedstrijd van Joyce van der Beken. Grote verschillen. Als je ziet, amper of bijna 20 minuten bezig. Spreekt voor zich dat deze twee ook de voorbije jaren hier meededen voor de hoogste prijzen. Sanne Kant kwam vorig jaar in november echt formidabel opdreef en won hier in Miel. Traditioneel op de 11 november. Goede controle gehouden daarbij dat wegzakken van Kant. Ja? Ze won toen voor Verschuren. Harris, of Bremmeyer, was toen derde. Van Looy werd toen vijfde. Nodig om daar te corrigeren. Dat ziet er nu beter uit wat Van Looy betreft. Vaak wisselen, hè? Ja, dus die klei moet echt klitten. Wat wordt er enorm veel gewisseld? Je zou zeggen bijna twee keer op een ronde. Kant op deze manier aan de leiding. Opgelet nu, hè? Als Kant besloten heeft om wat harder door te duwen, dan gaat Van Looy moeilijke tijden tegemoet. Normaal gezien wel. Normaal gezien wel. Maar vandaag, het zou toch wel eens kunnen dat Van Looy zich echt enorm thuis voelt op dit soort gekke werk, toch? Nee, want die schuine kant, het is niet logisch. Dat kom je niet elke dag tegen. Kant won dit seizoen al in Gieten en in Zonhoven. Twee manches van de superprestige. Ze won vroeg in Geraardsbergen. Dat was eigenlijk de openingscross in Ardooien en in Sint-Niklaas. Niet zonder moeite. Had toen daar handen vol aan Jolien Verschuren. Jolien Verschuren, zie je. Dan zijn ze daar aan het krinkelen, winkelen daar vooraan. Dan verschijnt Verschuren al in dat labyrint. Nog wel wat lussen af te leggen alvorens in het centrum te geraken van de moeilijkheidsgraad is niet groot, hè? Nee, het is dus je kan lekker tempo maken. Daar kom je aan eigenlijk het meest netelige punt. Maar ook daar is het nemen van die bochten eigenlijk kinderspel. Ja. Het is gewoon geven, net zoals de rest van het parcours. Het is vooral rood. In beeld. Maar dit is wel het gevolg van dat hogere tempo. Dus andermaal stel je vast dat Van Looy prima start. En dat ze dan moet vaststellen van... Nou, ik ben er misschien iets te fel van doorgegaan. Want dan kan ik dat tempo van de opkomende jeugd, die dan overpakt, niet volgen. Hier blijft ze lopen. Dus vraag ik me af, ik heb die vraag nog eens hard opgesteld. Zou ze niet beter doen om bijvoorbeeld Kant te volgen in de beginfase? Om op die manier haar struikelpunt wat te verleggen. Ja, je kunt dat overwegen natuurlijk. Hè. Maar het zit blijkbaar niet in haar natuur. En ik zie dat ze
ja, van 1980 is. En dat gaat dat ook niet meer komen, denk ik. Dat zal wel ingeburgerd zijn bij haar manier van koersen. Pakken zoals het komt. Goed voelen of aan de leiding. En er dan maar van doorgaan. Dus volgens jou dat met leeftijd te maken? Ik denk eerder met temperament. Ja, misschien toch ook met de leeftijd. Hier had ze wel de kans natuurlijk. Als je wat ouder wordt, dan word je toch wel wat bedaarder? Misschien wel, maar ook nukkiger misschien. Iets te lang op de fiets gebleven. Had in loopfase moeten gaan, dat past daar hier. Perfect. Aan het eind komt Verschuren piepen. Ja, die is voorlopig heel goed bezig. Want en dat doet ze heel goed. Daarstraks waren ze hier aan het einde. En nu was ze toch al een stukje verder opgeschoten. Dat wil zeggen, ze is aan het terugkeren. Dus maar iedereen weet dat bij het overschrijden van de finish is het nog één ronde. En dan gaat ze toch weer tekort komen. 4 à 45 kilo. We hebben het niet precies gewogen, maar er is wat ze zelf meegeeft. Zelfs kiest voor de onderzijde. Maar hier is Maarten, ik hoop dat hem horen. Ja, en Jolien Verschuren is inderdaad aan het dichter komen. Dat kan je zien op beeld. Je kan het ook aflezen op de chrono. 15 seconden is het verschil nog. Ze heeft eigenlijk 10 seconden goed gemaakt in dat spinnenweb. Daar voelt ze zich helemaal thuis, Jolien Verschuren. Oké, bedankt Maarten. Kant die daar ook bepaald niet echt goed wegkwam. En daardoor kan Van Looy toch weer wat proberen aan te klampen. Dan komt ze daar ook weer echt in een soepje terecht. En dan komt Verschuren wel erg dicht. Ja, zonde. Al hetgene dat ze eigenlijk heeft meegemaakt, dat komt er nu uit. Hè. Dus ze komt dan toch zodanig weer opzetten dat het zonde is, al hetgeen dat haar al overkomen is. Kort tegen de grond, voorzichtig tot en met. En toch komt ze dichter. De betere loopster in het veld, ondanks haar kleine gestalte. Maar als lichtgewicht, vooral in hellende stroken of stroken die wat tegenpruttelen, komt ze best goed uit de verf. Kan definitief weg nu. Maakt het verschil. Terug een wissel. Op grond van haar prestaties vorig jaar en het jaar daarvoor, toen ze toch goed was voor respectievelijk 22 en 26 overwinningen, moet ze dit klusje op een drafje klaren. Ja, dat is zwaar uitgedrukt, want het is natuurlijk labeur. Maar de tegenstand is beduidend minder dan die ook kan zijn in grote omstandigheden, bijvoorbeeld in een wereldbekerwedstrijd. Voorlopig is ze er ook mee bezig. Dus rustig starten, richting Ellen Van Looy rijden en die dan eigenlijk bijna ter plaatse laten. Ja, op die manier koers je dan ook wel zuinig. Wordt het dan de zesde zege van het seizoen. Ja. Ja, in dat opzicht spaart ze zichzelf ook een klein beetje. En misschien wordt ze ieder jaar wel wat wijzer en slimmer. En geraakt ze dan aan die periode om het misschien toch eens een keertje te klaren. In het WK, je weet maar nooit. Maarten heeft al een keer of zes geroepen. Het is er nu, Maarten. Ja, omdat Ellen Van Looy net flink gevallen is in de materiaalzone. En zo is Jolien Verschuren heel erg dicht kunnen komen. Het was een flinke val hoor van Ellen Van Looy. Hopelijk heeft ze er niet te veel aan overgehouden. Maar het zou kunnen dat ze haar tweede plaats moet afstaan aan Jolien Verschuren. Ze rijdt nog net voor Verschuren uit. Maar als ze daar inderdaad de gevolgen van draagt, dan gaat ze zo meteen Verschuren over zich heen krijgen. Van Verschuren weten we sinds het Europees kampioenschap in Pontchâteau vooral dat ze een scherpe laatste ronde heeft. Daarin werd ze vierde, Kant zesde. En denk maar aan haar slotoffensief op de Koppenberg, waarin ze Jandori Talita de Jong achter zich liet. In al dat klauterwerk uiteraard. Licht als ze is, lag haar dat perfect. Als de voet op deze manier. Als de eerste hapert. Dus met een handigheidje opgevangen. Het daar ook nog goed opgevangen. In de wetenschap dat Van Looy hier dan net iets verder zou moeten kunnen komen. Als ze daar tenminste nog de kracht voor heeft. Verschuren al snel van de fiets. Te kort. Niet met opzet. Nee, totaal niet. Maar te kort erop rijden, dan heb je dat wel. Hè. Dan zit je ook vast.
met name Jolly Verschuren en Ellen. Signaalfunctie van de zandbak, niet zo ver van de volgende passage aan de aankomst. Dat is de op 1 na laatste en dan komt de eindfase. Op naar de slotronde. Kant de straat al in. Ja, laatste rechte lijn. Daar komt ze. En met nog altijd die mooie golven. We gaan de chrono indrukken. Wat de voorstand bedraagt van de Belgische kampioenen. Op de instappen golven. Laatste ronde. Zand in Ruppeland. 28 en een half minuut aan het crossen. Nog niet te zien. Dus hier het tweetal van Telenet Fidea. Verschuren met een aanvalletje. Of is dit een overname? Keihard rijden. Ik heb de indruk dat Van Looy wat toesnauwde. Ja, in ieder geval te snel voor haar. 22 seconden al voor Sannekamp. Wel bijzonder eenvoudig weggereden. Gegleden ook af en toe. Het podium zal wel vastleggen, nemen we aan. Ja, daar kun je van op aan. Dus van spankracht geen sprake. Die steeds nadrukkelijker. Hier is Loesels. Nummer 4. Zal ook al een aardverschuiving nodig hebben om van die vierde plaats af te tuimelen. Die was voor plek 2 zullen strijden. Vandaag in deze Soudal Jan Matros. En dat is al op ruim een minuut. En daar Verbeke, van wie je dan de indruk hebt dat ze nog een tand groter geschakeld heeft, maar dat is optisch bedrog. Op de lijst in de wedstrijd van Joyce van der Beke. Nog zo'n ex-kampioen. Wolf ooit die Belgische Liga. Helemaal onderaan. Een grotere versnelling heeft ze niet meer. In 2009 nog Belgisch kampioen. Daar hebben we het nog over gehad vorige zondag in Ruddervoorde. Toen voor de opkomende kant, die toen nauwelijks 17 was. En dat verliep niet zonder akkefietjes. De oude kampioenen die de nieuwkomster wilden afhouden. En dat was ook weer zeer onorthodox. Dus met de haken over de sloot. En dan gaat Ellen Van Looy onmiddellijk in de aanval. Enfin, toch wat sneller koersen. Beetje spanning toch nog voor plekje 2. Nog een nieuwe fiets. Of een gepoetste fiets. Onmiddellijk weer de overname. Laten gebeuren natuurlijk. Wel veerkrachtig in het kopje. Ja, zij was natuurlijk sneller aan het rijden dan Ellen Van Looy. En dan kun je dat best toelaten. Proberen te volgen is dan de boodschap. Bij het naar binnen draaien altijd een vak overslaan. Daar komt het op aan bij het aanleggen. Want je moet natuurlijk ook nog een weg terugvinden. Ja, dat klopt helemaal. De retour waarborgen. Niet alle parcoursen leiden zich daartoe. Hè? Want Kasteel Grenier zie ik dit niet mogelijk. Nee. Wel wat ruimte voor nodig. Kant is eruit. Het krijgt natuurlijk wel een andere dimensie als daar in de slotfase in de laatste ronde. Laten we hopen dat dat zo zal gebeuren. Straks bij de elite, bij de mannen, dat ze met z'n tweeën of met z'n drieën daar induiken. En dat daar dan moet geknokt worden voor winst. Maar het spoor is breed, hè? Het is ook niet echt technisch zeer veel eisend. Nee, en iedereen wil dan ook op dat zwarte paadje rijden. Het is een laan van 3 meter breed. Ja, met één stukje dat het beste eigenlijk bolt of loopt. En daar wil iedereen dan op zitten en dan rijden ze toch allemaal sowieso achter elkaar. Om er nog een fraaier beeld van te hebben, zou je eigenlijk een camera aan een kabel moeten hebben, die daarboven hangt. Recht blijven is de boodschap nu. Voor kant. Nu met een voorsprong van bij de 25 seconden kan ze zich wel wat permitteren. En kan ze nog meer op zekerheid gaan spelen. Ja. Op lijstbehoud ook. Opgelet ook voor die paaltjes. Je moet ze heien, maar je moet er dan wel omheen.
zo lang mogelijk boven blijven natuurlijk. Want je moet dan ook nog eens hogerop. Dus dan is de kunst om zo hoog mogelijk te eindigen. Dat was niet zo'n slechte passage van Kant. Slaagde er behoorlijk lang in boven te blijven. Zij kiest ronduit voor een ander traject. Ik huiver een beetje bij dat neerplanten van die voetjes. Wel stevige schoentjes allemaal dat ze aan hebben. Maar als er een kloot aarde wegschuift, ja, dan ben je de pineut. Zie maar eens, dat is toch echt niet te doen. Dat is soms 15 centimeter, 20 centimeter naar beneden schuiven dat er een bepaalde voet doet. En dan is het allemaal maar hopen dat dat goed afloopt. Moet je bij de verjaardag van 45 jaar Vrouwendag vrouwen dit aandoen? Ja, of is dit strijden voor gelijke rechten? Ja, ze kiezen er eigenlijk wel een klein beetje voor. En ja, ze houden er dan ook nog van. Ook, hè, dus, want ik heb er geen enkel horen zeuren over het parcours. Raar maar waar. Oei, Jolien, het is deze kant op. Ik denk dat Jolien wel eens zou kunnen gaan zeuren nu. Ja, die heeft wel alles meegemaakt. Een keer of drie, vier. Als je fietsslag zijn maakt achter je rug. Waar we weet van hebben dat ze tegen de grond heeft gelegen. Van Looy blijft knokken. Wil die tweede plaats nog niet definitief uit handen laten. Ja, zegt met horten en stoten. Maar er is geen andere keuze. Nee, ze blijft wel recht. Van Looy. Van de Italiaanse Artufi, die hier wel degelijk gestart is, geen spoor. Die zal dit soort toestanden nog niet vaak meegemaakt hebben. Ook al omdat in Italië parcoursen meestal biljartvlak zijn. We nemen een rol lint, men spannen een weide af en allez, vooruit hossen maar. Dat is Italië. Richting post. En daar staan ze klaar. Niks meer te zien voor haar. Nederland is afwezig. Hè? En dan is de druk van de concurrentie een stuk minder. Aan de boer zou ze hier in deze fase nog best de handen vol gehad hebben. Zeker weten. Sophie de Boer houdt ook van dit werk. Is overal trouwens een geduchte. We hadden een open vraag gesteld van wat is er aan de hand met Sanne van Paaselen. Die cross stoot eenvoudigweg niet meer. Die had zich nog bezig met een paar clinics houden. Voor de jeugd nemen we aan. En wat mountainbiken. Aha. Ja, inderdaad. Het is de zege. Met dank aan de boodschapper. Verschuren voor plekje 2. Aangemoedigd daar waar het volk altijd samen troept, omdat daar natuurlijk wel wat te zien valt. Dat gaat ze niet meer afgeven, Verschuren. Is zo ver weggereden. Een van die hellinkjes waar Albert in de tijd nogal op voeterde. Of dat bruggetje dat een beetje verderop lag destijds. Op dat puntje, puntje, puntje parcours. En dan naar beneden, laatste betonnen gedeelte. De laatste keer zandbak. Familie Koek zet het bedrijf hierop in 1929. 100% familiezaak. Trouw aan de cross. Koek. Heel behoedzaam. Nog over die kleine heuveltjes die er nu aankomen. Nog 500 meter en ze is binnen. Laten we gewacht maken van een bijzonder rustig tussendoortje. Niemand zal er ook maar aan denken om hier de term historisch op te plakken. Jolien Verschuren op weg naar plaats 2
En Ellen van Looij, die begint nu aan die zandstrook. Desondanks respect voor zij die het aangedurfd hebben om hier te starten en om hier werk van te maken. Allee, vooruit nog eens een laatste keer proberen helemaal die zandstrook tot het einde te brengen. Ik heb de indruk dat het nu net iets beter gaat dan in de beginfase. Misschien zijn de voren al wat breder uitgetrokken en is er ook wat meer ruimte om er snelheid in te maken. Hier komt Sanne Kamp, dus dit is haar vijfde van het seizoen in Gieten, Zonhoven, Gerardsbergen, Aardooien en Sint-Niklaas, al de beste. En nu ook voor de zoveelste keer in Niel. Ze volgt met andere woorden zichzelf op de erelijst. We hadden ook echt niet anders verwacht, gezien de talrijke afwezigheden. Verschuren heeft er dan toch geklaard voor plaats 2. Zonder een paar missertjes ben ik ervan overtuigd dat ze Kant wat meer in problemen zou gewacht hebben. Op 21 seconden. En Ellen van Looij heeft het aan het slot maar laten lopen. Wellicht ook door de pijntjes die ze overhield aan de val die Maarten in de mot had. En dus komt ze straks op het podium. Omkijken hoeft niet meer. Ellen van Looij wordt derde. Na een vijfde plaats in 2015, nu derde in 2016. Het klassieke handje. Vorm van dankbaarheid voor het respect voor haar prestatie. Het zit erop. Dan komt Loes zelfs eraan. Dus op de plaatsen 2, 3 en 4 de vrouw van Telenet. Ja. En als nogmaals, als Verschuren inderdaad opstapt, en dat zal zo wel zijn, naar vastgoedservice, dan verliest Telenet zijn beste pion. Bij de vrouw. Als ze willen werk maken van het voortbestaan van een kloeke, goede vrouwenploeg, dan zullen ze dat moeten herinvullen. Sanne Kant won vorig jaar 22 crossen. Daar waren 3 wereldbekercrossen bij, 6 superprestigecrossen en 4 bipostbankcrossen. Dat is dus een arsenaal van 13 klassementscrossen. Ze werd ook nog eens Belgisch kampioen, Europees kampioen en dan derde in het WK. Voor de rest won ze alles op dat WK na. Hier hebben we Joyce van der Beke. Dan zijn we dus aan plaats 5, als ik goed geteld heb. Hier hebben we Gita Michiels. Ah, hier hebben we Artsoufi. Ja, hier is het toch. Wat uit het oog verloren, maar aan de streep pikken haar dan wel op. Maar dat is al op 2 minuten en 3/4. Alice Maria Artsoufi. Op plaats 6. Gita Michiels wordt 7e. Gita Rio Michiels. Gita Michiels, dat is plaats 7. En dan niks meer. Een heel gat. Hier en daar nog wat losse vrouwtjes. Gezien voor de uitdrukking in het veld. Daar komt Karen Verheestraten. Uit Tielen. Van het team Laris Woudiels. Maar kijk eens naar dat verschil. Het verschil tussen Sanne Kant, de leading lady bij ons in Vlaanderen, en deze Verheestraat, een jongster weliswaar nog. Maar dat is toch al op 3,40 zowat. En een flash met Sanne Kant vrolijkt het leven wat op. Absoluut, en ze staat er ook heel vrolijk. Daar heeft ze alle reden toe. Ze heeft hier alweer gewonnen. 3 op een rij. Doe eens het verhaal van jouw koers. Het was een heel verhaal op het parcours. En je wist echt zien wat je deed. Want anders zat op de grond. Dus ik was in het begin redelijk afwachtend. En zien dat je niet erop alleen kwam. En in de voorlaatste ronde probeerde ik iets door te trekken. En ik kreeg een mooi gaatje. Het was in de materiaalzone, hè, dat je overnam en toen was je vertrokken.
ja, ik voelde me eigen goed. En als je op die schuine kant op kop kunt zitten, ja, dan kunnen wij geleiden en uw eigen ding doen. En dat leek mij vanaf toen wel het beste plan. Hoe lastig was het op die Ruppeldijk? Want het was echt wel heel traag en behoedzaam, hè, op die flank. Ja, het was al heel abetant om te rijden. En als je dan begon te lopen, hadden precies Hollandse klompen aan. En ja, dat was echt zien wat je deed. En hetzelfde geld lieten beneden in de beek. Maak eens de balans op, voorlopig, van jouw seizoen. Tot hier, tot Niel. Ja, ik voel mijn eigen goed. En ik heb de laatste weken wat parcoursen gehad die me niet 100% lagen, waardoor dat ik niet kon winnen. Maar het is mijn zesde overwinning, dus we zijn november. Ik denk dat ik zeker niet mag klagen. Michel heeft daarnet jouw palmarès van vorig seizoen opgesomd. 13 klassementscrossen. Is dat iets dat je ook in je gedachten hebt, dit seizoen, dat aantal? Nee, ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn. Ik hoop gewoon elke week op goede benen en te kunnen meedoen om te winnen. En als dat lukt, is dat mooi. Maar ik weet dat ik het seizoen van vorig jaar, want ja, daarvoor, dat heel moeilijk gaat zijn om dat opnieuw allemaal te realiseren. Maar ik ga er wel mijn best voor doen. Proficiat, en geniet nog van deze zegen. Dan gaan we naar de nummer 2. Dat is Jolien Verschuren, die er heel pinter en fris gewassen al bij ons staat. Jolien, alweer geen superstart. Hè? Je kwam daardoor in 12e positie, hadden wij geteld. Maar dan ben je heel snel opgeschoven. Ja, in de stukjes dat ik mocht lopen, kon ik wel goed opschuiven. Maar ik was een beetje te enthousiast in de eerste ronde. En ja, heel wat foutjes gemaakt. Ook mijn handen dan redelijk koud. En ik maakte heel veel schakelfouten. En daardoor kon ik niet de opmars maken like dat ik wilde. Ja, die heb je uiteindelijk wel gemaakt. 2 keer ben je gevallen zelfs, hè? In die eerste ronde, denk ik. Ja, 1 keer was een heel dom foutje. Ik raakte niet uit mijn klikpedaal aan de balk. Dat was echt een stomme fout. Maar daardoor verlies je alweer heel wat kostbare plaatsen. En dan moet je op die schuine kant, is er maar 1 ideaal spoor. Dus ja, dan weet je ook dat je eventjes moet inhouden. Ja, zit je dan te vloeken of hou je er dan nog rekening mee van ja, ik kan hier misschien toch nog wel op het podium staan? Want je verliest er natuurlijk heel veel tijd, hè, door die valpartijen. Ja, je verliest heel veel tijd, maar ik blijf doorzetten. Dan zie ik wel waar dat het schip strandt. Ik probeer gewoon mijn best te doen. De mensen komen om mij aan te moedigen, dus geef ik het beste van mezelf. Okay, dankjewel, Jolien Verschuren. En dan halen we er ook nog heel even de nummer 3 bij. Dat is Ellen van Looy. Ellen, als een kanonskogel, als een fusée ging je weer van start. Hè. Dat doe je altijd en dat ga je niet meer veranderen, denk ik. Hè. Nee, dat denk ik niet. Nu, het was wel belangrijk. Okay, die lange U-bocht op de weg kost misschien wel krachten, maar dan dat bruggetje was toch wel verraderlijk. Ik denk dat Sanne misschien nog net mee op kon, maar de rest stond allemaal te voet, denk ik. Ja, en dan begonnen we in het veld. En, ja, het is mijn stijl. Ik ben er oud voor geworden, denk ik, om er nog te veranderen. Nee, maar het siert je. En het is natuurlijk mooi voor de supporters, dat agressief koersen. Heb je ergens gedacht van, misschien krijg je er wel af, die Sanne-kant? Ik heb het in ieder geval geprobeerd, maar dat zal me toch niet lukken meer. Maar ik denk, goh, ik doe mijn eigen ding. En ik eindig tweede en derde. Ik ben best tevreden mee. Ja, want daar ben je de voorbije jaren niet in geslaagd, dus dat is heel mooi wat je hebt gerealiseerd. Je bent er ook wel flink ten val gekomen in die materiaalzone, ja. Zagen we. Ja, dan moet ik nog eens een rustig woordje met mijn mechaniek erover hebben. Wat gebeurde er? Ja, hij was ook net iets te enthousiast, denk ik, en dat duurde mijn fiets sneller dan ikzelf. Dus ik kon eigenlijk mijn fiets niet meer volgen. Een enthousiast duo dus, dat is mooi. Ja. Nog één ding, die spikes die je had gemonteerd, heb je ze kunnen gebruiken? Ik denk het wel. Ja, natuurlijk. Anders dan sta je ter plekke te trappelen. Als je niet je tip goed in de modder kan duwen, dan kom je nergens deftig boven. Prima, je mag nu naar het podium. Dankjewel, Ellen van Looy. Michel, het is opnieuw aan jou. Dank u, Maarten. Oh, er zijn er in de achtergrond nog door het zand aan het baggeren. Sanne Kant wint voor Verschuren, dan Van Looy, zelfs Van der Beek, Arzoufi, Michiels Verheestraat en Shanna Maas is negende en Masha Mulder, een Nederlandse op plaats 10. Dus een Italiaanse in de top 10 en dan ook nog eens een Nederlandse. Highlights heet dit. Het is een samenvatting van wat er allemaal gebeurd is. Een goede start van Van Looy. Kant die, zoals we dat ook al zagen, van achteruit beoordeelde van het zal straks allemaal wel goed komen als ik eens ga versnellen. Het liep helemaal niet goed in de beginfase voor Jolien. Een eerste halve koprol, er zouden er nog volgen. Daardoor dus te laat uit dat klikpedaaltje te stappen. Dit is niet echt het ding van Ellen van Looy. Toch niet iedere passage was vlekkeloos. En dan komt Kant zomaar bijna gratis aansluiten. Kant vindt het ook moeilijk en gaat er dan ook heel even bij liggen. En dan is het niet evident om weer in dat spoortje te geraken zoals dat heet. Van Looy ziet dan haar kans. Probeert een zekere dynamiek in haar werken te krijgen. Maar dat is hier onbegonnen werk op die zogeheten schuine Ruppeldijk-kant.
Van der Beke in de achtergrond, ook zij ploegde voort. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Jolien Verschuren beter in haar tred. Vooral tred, want lopen, dat ligt haar wel. Dit is het moment waarop Sanne Kant zegt van Ellen, nu is het met jou gedaan. Van Looy dus naar de achtergrond en dan krijgt hij meteen Verschuren in haar nek. Verschuren komt dan aansluiten bij Ellen van Looy. Die gaat een keertje slagzij, waardoor Verschuren nog heel even moet inhouden. De twee raken nog niet zomaar snel van elkaar af. Kant is dan al ver weg. 15 seconden, 20 seconden. Overname van Verschuren hier bij Ellen van Looy. Is dat de finale overname? Dat ziet er wel naar uit. Tenzij Verschuren nog een foutje maakt. En de foutenlast bij haar is altijd wat groter dan bij een ander. Sanne Kant heeft er allemaal niks van gemerkt achter haar rug. Goede twee ronden, alleen dat volstaat zeker. En een crossje van minder dan 40 minuten is ook meer dan genoeg. Zeker gezien de zwaarte van de bodem. Hier krijgen we Verschuren op de tweede plaats en Ellen van Looy op een derde plaats. Een keertje links en een keertje rechts wuiven. En dat allemaal hier aan de fraaie oevers van de Durme. We horen in de achtergrond dat de publieke opkomst toch al een beetje groter is. De Ruppel. Fraai beeld. En de Durme, de Ruppel. Het is een zware passage dit weekend hoor. Vooral voor die vrouwen. Mannen zijn natuurlijk iets meer gewoon, hebben ook wat meer lef en kunde. Ik zit nu al met die fameuze duik in Gaveren van het Kasteel Grenier naar de boorden van de Schelde toe. Dat is wel akelig. Ja, en de juiste weersomstandigheden, zeker voor die cross. Dat maakt het allemaal nog wat pittiger en extremer en gevaarlijker. Heb je dan begrip voor dat er tal van rensters en renners zijn van de we blijven hier weg? Ja, dat want is dat wordt dan een teneur, hè? Vooral bij de jongeren. Ja, het is wel een keuze dat ze natuurlijk maken. Hè? Dus dat heeft eigenlijk weinig te maken met hetgeen dat er aankomt. Het is gewoon die training, die stages die dat dan plots worden ingelast. En het is ook een effect. Hè? Als de ene het doet, begint de andere daar ook mee. En dan krijg je toch wel een vertekend beeld of een beeld dat je eigenlijk niet wil zien. Een andere evolutie is dat een aantal jongens die nu al beseffen van ik kan in die klassementen niks meer doen, ik raak dat zelfs niet meer in de top 5, dat die zich wel gaan heroriënteren en vooral dit soort crossen er gaan uitpikken, dat is dan wel een positieve evolutie. Ik denk aan de mannen van de tussengeneratie die tussen twee vuur zijn gevallen. Geleden hebben onder de suprematie van Nijs en nu leiden onder de suprematie van de twee jongsters. Die gaan hier nu op pieken. Ja, want ja, daar kunnen ze winnen. Ja, ja. Wegblijven is natuurlijk ook in je eigen vinger snijden op een bepaald moment. Het is al voor de organisatie niet leuk. En eigenlijk ook, het is cross, het is winter. Nu, het moet binnengehaald worden. Nu ziet het er hier echt bekaaid uit. Daar komen we straks nog op terug. Van Looy is derde. Op de tweede plaats vandaag. Applaus voor Jolien. Neemt het altijd charmant op. Verschuren op plekje 2. En zij gaat de bloemen krijgen van de heer Luc Dijs, de director marketing van Soedal. Die op een vrije dag op school. Jolien Verschuren ook uiteraard de zone. Met uw applaus voor de kleuterleidster op 2. Jolien Verschuren. Met een fraaie muts. En dan in het tweede wedstrijdgedeelte is zij weggereden. Na een fantastische prestatie. Uw applaus voor de winnares van deze Soedal Jaarmarktcross, de Belgische kampioene Sanne Kant. De staat is nu op 6. Daar zal ongetwijfeld nog een pakket bij komen. Ze zal dat meer dan verdubbelen, omdat zij haar verantwoordelijkheid neemt en haar neus niet optrekt voor kleine tussencrossjes. Zo won ze vorig jaar naast in Niel, ook in Hasselt, in Eeklo en in Maldegem. Ja, binnenhalen wat kan. IJzo na de grenslem. Als je 6 wint in de superprestige, dan win je uiteraard ook het eindklassement. Ze was ook voor de zoveelste keer de beste in de B-Post Bank vorig jaar. Ook in de wereldbeker, Belgisch kampioen, Europees kampioen. Alleen die titel voor de wereldtrui. Die moest ze laten liggen. Misschien pakt ze dat ook anders aan. Het is wel zo dat ze nu in deze periode wat meer intensiteit gaat trainen. Intensiteit, moet ik zeggen.
gaat trainen tussen de crossen door om stelselmatig een hoger niveau te halen. Ik kan ze op deze manier perfect met deze tegenstand. Zullen we eens een kijkje nemen van hoe het hier vanochtend liep bij de junior. Ging dat wat vlotter op die schuine kant of was dat ook echt knoeien? Knoeien van bij de start, want kijk eens, daar maakt er eentje slag, zeg God weet waarom. En die rolt er daar een stuk of zeven op. En kijk eens hier naar die jongen in het blauw met een wilde streken om los te komen. Het kan allemaal niet snel genoeg gaan. Voor Houssin is de wedstrijd dan al afgelopen. Hij is van Isegem tevergeefs naar Niel gekomen. Daar trekken ze zich vooraan niks van aan. Kuipers is de man die de kop genomen heeft in het labyrinth. En die gaat er dan best snel vandoor. En dan wordt er gestruikeld. Simons gaat tegen de vlakte. Of was het Van de Putten? Het was Van de Putten inderdaad met het nummer 24. Daar heb je dus Kuipers in de achtergrond. Denk je, dit is een dubbelganger van Kuipers? Nee, dit is Arnaud de Beir. Kuipers die komt uit Niepoort, Ramskapelle, en de Beir die komt uit Torhout. Dus de West-Vlamingen boven. Dan hebben we de Meijer. Dan wat verderop Verdonk. Maar die zal wegdeemsteren naarmate de wedstrijd vordert. De Beir komt vooraan aansluiten. Dat is een leuke duo. Gaat de Beir lang wachten, want op dat ogenblik lijkt hij de betere. Daar neemt hij de binnenkant en zet die Kuipers wat opzij. En dan heb je de indruk van, die gaat het pleit in zijn voordeel beslechten. Ook ploegmaats in de achtergrond met Simons en Van de Putten. Nee, de Meijer is het nummer 31. Dat zijn de ploegmaats. En dan is het Kuipers die Jan Dorie weer uitpakt. Op het moment dat de Beir haast stilstaat. Daar boven op de schuine kant in de problemen. Heel eventjes in de problemen, want hij komt heus wel terug. De Beir nog geen overwinning, maar wel altijd goed voor een dichte ereplaats. Botst dan op mannen als een B-kaart bijvoorbeeld. Jentel B-kaart of een paar buitenlanders. De drie, Simons, de Meijer en Van de Putten. Maar een eind achter dit koppel. Bij de jeugdploeg van het team met de penningen. Kuipers en de Beir. Hier is de orde nu wel andersom. Daar in die straffe zone heeft de Beir overgenomen. Ze komen daar hun belagers tegen. Maar dat zijn eigenlijk al geen belagers meer. Zowat halverwege de cross. Wie breekt hier nu? Wie maakt een fout? Daar komt een foutje. Een ander traject van Kuipers. En dan wacht de Beir niet meer. Ook nog eens een goede beurt hier door de zandstrook. Ook Kuipers kan dat wel. Maar het kost hem net iets moeite. Dat is echt ploegen daar aan het eind. En dan heeft deze jongen uit Torhout dan nog net dat ietsje meer schwung in zijn bewegingen. Van de Putten en dan de Meijer die een slipper doet. Het verschil is vooraan echt klein. Het blijft ook klein. Al moeten we zeggen, in de slotronde gaat de Beir toch nog wat uitdiepen. Dat zie je hier op dit beeld. Maar het was dan in die slotronde al een poos duidelijk dat hij hier zou winnen. Zijn eerste van het seizoen. En zo zie je het dus vanuit een andere hoek. En dan krijgen we Kuipers. Die wordt tweede. En dan sprint voor de derde plaats. Waar Simons uiteindelijk nog wint voor Van de Putten. En de Meijer Verdonk wordt zesde. En nogmaals een applaus voor Arno de Beir, Gerben Kuipers en daar, Julian Simons. Centraal de Beir.